Goedemorgen allemaal. Goedemorgen, Figgy. Het is 4:10. Het is vrijdag 11 september, zeker op. En mijn wekker is net gegaan. Het is echt heel vroeg. En ik ga nu opstaan, want ik ga naar Parijs. Yeah. Nee, Figgy is echt veel wakkerder dan ik. Goedemorgen, Marlie. Het is inmiddels 5:00. Ik ben aangekomen op het station van Lelystad. En ik ga de trein in richting Amsterdam Centraal. We zitten inmiddels in de trein, in de NS High Speed trein. We maken nog even een stop op Schiphol en dan komen er nog wat bloggers bij. Het is al heel gezellig, ondanks het tijdstip. En volgens mij krijgen we ook nog een lekker ontbijtje straks. Zin in. Ik hoop het is croissant. Kijk, we krijgen gewoon ontbijt. Met sap en thee en hele lekkere broodjes. Super nice. Er is een bistro aan boord. Hoe leuk, Heidel. Hey, we zijn er. Het is heel warm. En ik heb zin om naar buiten te gaan. Jij ook? Ja. We zijn aangekomen op station Saint-Germain. Ik heb een heel leuk gezelschap op de weg. Deze mannen. Ryan, Rick en Sander. Twee mannen van Doets & Don'ts en een cameraman. Sorry? Professionele cameraman. Dat moet nog bewezen worden. Bloopers mogen ook. Ik heb dus gelezen dat je hier een straat hebt met 15 patissiers en chocolatiers. En toen ik het vertelde, werden deze gasten ook heel blij. Natuurlijk eten, altijd dus, goed. We gaan nu echt als een toerist op die kaart de straat zoeken en eten. Petje, daarna gaan we maken. Wel leuk dat een ei op zit. Food! Ja, ik heb een croque madame besteld. Een tosti met een ei. En de mannen eten een BLT. Kijk hoe groot. Heel erg lekker. Echt gewoon groot. Heel lekker. Eetmakelijk. Ik heb net volgens mij het allerduurste chocolaatje ooit gekocht. €7 voor één zo'n hartje. Maar het is een bijzondere winkel, dus het is leuk. En de mannen hebben ook een hotspot gevonden hier achter me. Hele tofs. Winkel. Wat tegenover het Louvre is, echt mega groot. Dus ineens in een straatje iets vets leuks ontdekt. Kijk, dit is zo'n raam achter me. En daar kan je dus gewoon allemaal leuke soort bapao broodjes bestellen. En ook met zoet. Dus we hebben eentje met zoet. En jij hebt één met groente, toch? Ik heb met tofu en groente. Ja, en hartig. En het gewoon zo op straat. En het is echt €7 voor twee van die ballen. En die zien er zo uit. En ik hoop dat ze net zo lekker smaken als ze eruit zien. Oeh, sorry. Bapao met fruit. Heel lekker. Hij plakt heel erg, maar kijk. Nu gaat Kelly in handen. Ik heb hem al genomen. Zo, hier, neem. Hij plakt er aan je gehemelte, maar kijk even, Jim. Niet zo goed hoe je het uit moet spreken, zo'n helpen is. Ja, de Montreuil. We zijn nog helemaal, we noemen steeds maar Montreuil. Montreuil. Dat is deze straat. Je zit vol met superleuke barretjes, tentjes, dingen. Volgens mij kan je hier eten en drinken, dus volgens mij is het helemaal ons plek. Hey, ik had ze hier hebben bij Odette. Het ligt helemaal vol met allemaal. Ik weet eigenlijk de naam niet, maar het ziet er mega lekker uit. Dan zien we hier zo'n yoghurttentje. Het is wel echt cool. Dit is echt helemaal mijn straat. Het is echt vol met alleen maar eetentjes en leuke dingetjes. En het ziet er heel mooi uit. En je kan ook nog eens leuk shoppen. Want naast kledingwinkels hebben ze ook winkels met make-up en van dat infusion water. Het is echt cool. Ik zou hier de hele dag wel kunnen doorbrengen. Mijn allerlievelings Benefit. Oh, de allerleukste make-up winkel ooit. En ik ga echt hier wat kopen. Normaal maken ze ook altijd mooi op bij Benefit. Maar helaas maken ze heel druk nu. Dus ik heb zelf even wat opgedaan in de kleur van mijn jurkje. En ik heb natuurlijk wat gekocht. Ik kan echt niet langs die winkel lopen zonder iets te kopen. Het is zo'n coole winkel. Ik hoop ook echt dat er een boutique in Nederland komt. Dat is gewoon... Nou, ik ben gewoon echt mega fan van Benefit. En ik moet eigenlijk gewoon terug naar Parijs om me hier te laten opmaken. Ja, goeie reis. Volgens mij doen Franse mensen heel vroeg lunch of zo, want we hadden een superleuk tentje. Ja, wel heel leuk tentje, maar nou, de kok was gewoon net naar huis. Dat schiet natuurlijk niet op als je wil eten en alleen wijn. Maar ook weer zo wat, liquid lunch. En dit is
Yay, Dolly is hier, Dol. Even hoi. We hebben net heel erg lekker geluncht. Dat is ook een hotspot. Hoort het voor mij in het e-book van NS. En we gaan nu naar La Tour Eiffel. Met een frisje. Dit is gewoon midden in het metrostation, diep onder de grond. Ik kan gewoon lekker vers fruit kopen. Waar wij zijn. Limburg. Nee, je moet proosten. Oh. Santé. Met mij in mijn kamer. Dat is wel echt aanmoedig. Santé. Bij La Tour Eiffel. Tada. En op. Oh ja. Nou, ik vind hem dus hartstikke leuk en groot, maar hij is... Weet je, het is gewoon niet zo'n romantische plek. Dus ik snap echt niet dat je hier dus iemand een huwelijk vraagt. Kelly? Tigo, ja, maar die komt niet in deze stad. Hij wil de Efteling, wil ze. En nu, de Efteling is dus een stuk romantischer. Maar doen we dan. Een prachtige stad met super mooie plekjes. En ik snap niet dat je dan bij dit apparaat je aanzoek doet. Maar goed, dat moet je lekker zelf weten. Ja, maar doe maar gewoon niet. Doe maar gewoon, is wel een leuk wijkje. Oké, tante. Ik heb een meneer gevonden die een karikatuur gaat maken van Tigo naar mij. En ik had vroeger een karikatuur van mezelf en ik weet niet waarom in een vlaag van verstandsverbijstering heb ik die toen ik heel klein was verscheurd. En ik ben er nog steeds verdrietig om, want ik was heel leuk als zeemeermin en het was echt een coole karikatuur. Geef mij nog een wijntje. Maar nu is het moment. Ik heb een foto meegenomen van ons samen en deze meneer hier gaat er een karikatuur van maken. En het is echt heel leuk. Het is deze foto van ons genomen in Turkije. Zo'n lekkere cheesy Turkse fotoshoot, maar het is wel echt een leuke foto. En ik ben heel benieuwd wat hij ervan gaat maken. Kijk, Tigo lijkt al. Ik zit zo ook knap wat hij dit doet. Yay, hij is af! Deze meneer heeft hem gemaakt. Kijk! Ik heb een vet grote tanden. Hij is echt zo leuk. Zo, we zitten weer in de trein. Weer heerlijk riant eerste klas. En ik ben best wel moe. En iedereen die om me heen is volgens mij ook best wel moe. Volgens mij hebben we echt een record aantal kilometers afgelegd. Ja. En ik ga niet meteen tukken. Ik ga eerst het stuk even typen. En dan ga ik denk wel even een beetje slapen. En we krijgen het nog niet. En dat was het denk ik wel. Ik vind dat jullie nog even moeten zeggen. Doei! Doei!